speciaal, want vinyl is helemaal in. Vinyl is weer helemaal in en ook bij de jongere generatie, je ziet het hier op de Vinylmarkt ook. Ze komen gewoon naar de Vinylmarkt toe om plaatjes te kopen. Ja, dat is mooi om te zien. Michel en Lars, het ziet er fantastisch uit vandaag. Dankjewel Alfred. Vinylbeurs. Vinylbeurs, een vinylplatenmarkt. Ja, een platenmarkt. Gewoon mooi voor Dedemsvaart. Alles bezet hier. Genoeg animo ervoor, dus hartstikke mooi. Ja, want hoeveel kraam hebben jullie, Michel? We hebben in totaal 30 standhouders en nou, elke standhouder heeft een aantal meters gereserveerd. De een heeft 10 meter, de andere heeft 4 meter, dus dat ligt maar net aan wat ze gereserveerd hebben. Maar in zijn totaliteit hebben we 30 standhouders in de Baron en daarbij is de Baron volgeboekt. Welk genre vind je hier allemaal? Ja, echt van alles is hier te vinden, van cd's tot singles tot LP's. Echt van alles. Het is echt heel divers. Je ziet hier ook heel veel verzamelaars. Die zijn echt op zoek naar dat ene plaatje wat ze nog missen in hun verzameling. En die ze toch willen aanvullen. En nou, wat is het nou mooier dat ze die in Dedemsvaart kunnen vinden op de Vinylmarkt. Dit gaat uit van Stichting Dedemsvaart Events, hè? Dat klopt. Stichting Dedemsvaart Events is vorig jaar opgericht na de succesvolle jaarmarkt in Dedemsvaart. En we hebben als doelstelling als stichting om meerdere activiteiten in Dedemsvaart te organiseren. En nou, dit was de eerste activiteit van dit jaar. En 2, 3 augustus is de volgende marktactiviteiten voor de Varia. Dus ja. Ja, vrijdag en zaterdag. Ja, dat is allemaal vrijdag en een zaterdag, ja. Wat kunnen we dan verwachten? Dan kun je een braderie- en een vlooienmarkt verwachten. Met op de vrijdag een hobby- en crea-markt erbij. En op de zaterdag hebben wij daar als themamarkt een boekenmarkt bij. Heel mooi. Dat hopen we. En wat hebben we dit jaar nog meer? September, hè, dan heb ik de jaarmarkt, de succesvolle jaarmarkt van vorig jaar, hopen wij dit jaar weer te evenaren. En die staat voor op 28 september weer op het programma. Ja, de Stichting Dedemsvaart Events, uit welke personen bestaan die? Nou, ik ben de voorzitter van de stichting. Daar hebben we nog een penningmeester, dat is Sebastiaan Brandenburg. Daar hebben we nog een algemeen bestuurslid, dat is Corina Smilde, dat is de filiaalmanager van de Action. We hebben een José van de Zwaluw hebben we nog als vrijwilliger. Nou, we hebben natuurlijk Lars hebben wij tot onze beschikking. En nou, we hebben natuurlijk samenwerkingspartners. De Baron, de DMC, de Varia. Dus al met al doen we dit met een hele grote club mensen. En alles met één doel voor ogen, Dedemsvaart op de kaart te zetten. Ik heb druk, want ik ga een singeltje uitzoeken. Doe maar eens even, cursus genoeg. Bedankt hoor. Bedankt.